De lokale middenstand wordt getroffen door de derde crisis sinds 2008. Steeds meer kleine ondernemers zijn door hun allerlaatste reserves heen. Ze vragen bijzondere bijstand aan bij hun gemeente of gaan failliet. Tijd voor EDTV om eens een kijkje te nemen bij een kapper, schoonheidsspecialist en tattooshop. Want hoe staat het er bij hen voor? Op dit moment bijzonder goed. Ik herken me niet in het beeld dat het minder zou gaan met de branche op zich. Bij ons gaat het goed. We hebben sinds 1 januari gezegd van we nemen er weer een filiaal bij. Omdat we toch denken dat kwaliteit dat het enigste middel is tegen een recessie. Hebben jullie last van de crisis? Nee, niet echt. Nee. Ik merk er weinig van. Nee. Tattoo is iets voor altijd en voor langer. Dus ik denk niet dat mensen zijn eigen daardoor laten tegenhouden dat het zogenaamd crisis is. We zitten ongeveer in het middensegment qua prijzen in ieder geval. Qua kwaliteit proberen er net iets boven te zitten. En op het moment dat je gaat kijken naar de hogere segmenten, die prijzen zich soms een klein beetje uit de markt. Waardoor mensen zeggen van hé, dan gaan we toch weer eens een keer naar een dorp toe. Waar we echt dorpse aandacht krijgen, om zo maar te zeggen. Dorpse kwaliteit krijgen. Maar ook mensen die altijd naar een thuiskapper toe geweest zijn. Die nu zeggen van hé, het is misschien wel crisis. Ik kan misschien die nieuwe auto of het nieuwe huis, daar gaat nou wel eventjes niet door. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik er goed uit blijf zien. I'm sexy and I know it. Met kleding en dergelijke, dat ze zeggen, nou die broek doe ik nog wel een keer aan. Maar ja, die huid, daar zijn ze toch wel wat zuiniger op. We willen allemaal niet graag ouder worden, of tenminste nog niet ouder uitzien. We willen wel oud worden. En ik denk een kledingstuk minder en toch wel een goede huidverzorging komen ze graag voor. Ja, mensen willen toch een stukje luxe gevoel willen ze wel blijven houden. Ondanks dat het misschien in de portemonnee een klein beetje minder gaat, denken de mensen wat kritischer worden op waar ze het geld aan uitgeven. En op het moment dat je de kwaliteit blijft leveren, denken mensen er altijd bereid zijn om daar iets voor meer voor te betalen. Zijn jullie voorbereid op dat het misschien toch gaat komen? Nee. Ik wil, ja, het geeft nut ook niet. Ik heb al 28 jaar die zaak, dus ik doe nog elke dag mijn best en de rest hier ook. Ik denk dat wij dan de laatste zullen zijn die het merken, denk ik. Sweet. I'm sexy and I know it.